Vanaf B gaat een dagje naar het strand. De auto's staan klaar voor de school en de kinderen stappen in. De kinderen nemen hun rugzak mee. Een van de auto's krijgt een lekke band en alle kinderen moeten helpen duwen. Ze komen aan op het strand. De kinderen leggen hun handdoeken neer en ze rennen de zee in. Ineens zien ze een haai en rennen gillend naar hun handdoek. Maar waar zijn hun handdoeken? De juffen hebben ze verstopt onder het zand. De kinderen willen wraak nemen. Ze binden de juffen vast en kopen voor zichzelf een ijsje. Ze eten een